Hoi en welkom in een video waarin we gaan kijken naar Kahoot en Teams. Dat is recentelijk toegevoegd. Normaal gesproken als iemand Kahoot en Teams wilde gebruiken, dan werd dat gedaan in vergaderingen. Dus in een vergadering kun je je scherm delen en had je daar de Kahoot applicatie openstaan via de internetbrowser. Dat hoeft niet meer. Je kan nu ook toevoegen in Teams zelf. Volledig geïntegreerd en het mooie is aan deze manier dat iedereen hem op zijn eigen tempo kan invullen. Dus we gaan eens even kijken hoe dat eruit ziet in Teams. Nou, dit is mijn werkplek. Ik open mijn Teams omgeving en ik heb hier een Kahoot in Teams team. En ik heb even een subkanaal aangemaakt om daar een quiz te gaan starten. Nou, de eerste keer dat je dit wil gaan doen, moet je Kahoot installeren. Ik heb hier de apps, daar klik ik nu op en vervolgens kan ik hier gaan zoeken. Ik klik op Kahoot en dat doe ik nu en vervolgens kan ik hier toevoegen aan een team of aan een chat doen. Nou, op het moment dat ik dat aan een team doe, dan krijg ik hem vervolgens als tabblad beschikbaar in Teams. Nou, ik doe het eventjes ook hier. Nou, ik kan zoeken naar een team of kanaal. Naar algemeen, instellen en vervolgens is mijn Teams nu klaar om met Kahoot aan de slag te gaan. Ja, ik had het al gedaan. Ik kan hier ook nog eens een keertje inloggen. Dat moet ik zelfs. Dus ik kan hier inloggen met mijn Kahoot account. Nou, en hoe ziet dat er dan uit als ik het daadwerkelijk wil gaan gebruiken? Nou, ik sluit deze eventjes en ik ga naar het speciale team. Ik heb hier dat subkanaal Kahoot in Teams, maar het kan in elk kanaal, zolang het maar geen privékanaal is, zoals deze met dat slotje. Daar werkt het niet in. Het moet wel een open kanaal zijn voor iedereen. Nou, ik zit hierin, ik doe de plus en vervolgens heb ik hier nu die optie Kahoot. Nou, die klik ik aan. Ik ving deze altijd heel eventjes uit en vervolgens ga ik inloggen. Nou, dat doe ik. Ik ga opslaan en vervolgens zit ik ingelogd in mijn Kahoot-omgeving. Nou, ik heb er twee openstaan en vervolgens ga ik hem toewijzen. Nou, deze staat op Engels, dus dat is assign. Ik heb hier een datum en een tijd, dat is wanneer die afgelopen is. Nou, maandag om 12 uur 's middags. Nou, dit is allemaal helemaal goed en ik doe het aanmaken daarvan. Nou, hij is verzonden. Ga ik kijken in mijn gesprekken tabblad en daar zie ik nu dat hier een Kahoot en ik kan ook direct kan ik hier de challenge gaan openen. Ik zie ook de deadline. Ik zou er ook nog voor kunnen kiezen, maar dan ga ik heel eventjes naar het Teams omgeving van iemand die hier lid van is. Dat is collega Max. Kahoot in Teams, die is vet gedrukt, maar ik heb hem niet het apenstaartje gebruikt, dus ik heb niet gementiond, waardoor hier in de activiteiten geen notificatie is gekomen. Dus hij ziet hier wel dat er iets is gebeurd en dat is dan deze. Dat is wat ik hier ook zie in mijn Teams omgeving. Maar wil je echte mensen laten weten dat hier een challenge is gestart, dan zou ik altijd adviseren om hier een beantwoorden. En dan doe ik eventjes het apenstaartje en dan vervolgens doe ik het Kahoot in Teams team. Ik haal die andere Kahoot eventjes weg, want dat is de bot van Kahoot. Wie wint? En vervolgens ga ik hem versturen. Nou, dan zul je in de Teams omgeving van Max zien. En daar gaan we weer eventjes naartoe. En vervolgens zie ik hier in mijn activiteitenfeed dat Ralf die heeft mij gementiond. Dus wie wint? Nou, ik kan er ook meteen naartoe gaan. En ik kan de challenge gaan openen. Nou, dat ziet er eigenlijk best mooi uit. Volledig ook weer geïntegreerd in Teams. En ik kan nu de vragen gaan beantwoorden. Ik kan er een nickname geven. Nou, dit is eigenlijk standaard Kahoot gebruik. Nou, hoe ziet dit eruit op het moment dat je dit helemaal hebt doorlopen, dit proces. En ik heb hier eventjes een test gedaan in een ander kanaal. Wat zien we hier? Ik heb hier de challenge aangemaakt en toegewezen aan dit kanaal. Dat is dit berichtje wat we net ook zagen. Vervolgens krijg je, op het moment dat er nog 50% van de tijd over is, dan krijg je alsnog van de Kahoot-bot krijg je een berichtje in jouw Teams-omgeving. Dus worden mensen weer even op scherp gezet. En op het moment dat die klaar is, dan krijg je hier een melding dat die beëindigd is.
En dan kun je ook nog eens een keer het podium gaan bekijken. Ook dat verloopt weer volledig in de Teams-applicatie. Nou, dus, we gaan het podium bekijken en Max heeft momenteel gewonnen van mij. Nou, Max, gefeliciteerd. Dus, nou, zo werkt Kahoot in Teams. Ik denk een hele mooie toevoeging. Wordt veel gebruikt in het onderwijs, maar ook bij presentaties. Maar goed, daar heb je natuurlijk op deze manier vrij weinig aan, want dan wil je het publiek wil je betrekken in jouw Kahoot. Dit kan echt wel helpen om mensen de tijd te geven om hiermee aan de slag te gaan en op hun eigen tempo. Dus nou, kijk er eens naar. Als je vragen hebt, zet ze eventjes in de omschrijving hieronder. Of heb jij een heel ander doel met dit soort Kahoot functionaliteiten? Laat me dat ook weten, want daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Nou, vind je dit soort video's interessant? Klik dan hiernaast eventjes op het abonneren knopje. Daar ben ik je zeer dankbaar. Daar kan ik weer heel wat mensen gaan helpen. Bedankt je voor nu voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag terug in de volgende. Tot ziens!